Goedemorgen iedereen. Ik kom eventjes live, ja, ik zeg eigenlijk is het niet live, het is een video dat ik opneem. Maar ik maak even deze video op omdat ik merk dat de energieën zijn heel hoog. En net dat maakt dat heel veel... Het is oké hoor, Rowan. Oké. Maar niet te luid als je wil. Kinderen zijn thuis op standsonderwijs. Dus, maar wat ik wou zeggen, en wat ik gemerkt heb, zowel bij mezelf, als bij klanten, als bij mijn tweelingvlam, als bij vrienden, als ja, overal wat rond, is dat de laatste dagen door die hele hoge energieën, onder aanleiding of naar aanleiding, of door invloed van de volle maan, hoe je het ook wel noemen, dat de... Dus dat de energieën ervoor zorgen dat heel veel zaken van vroeger naar boven komen. Heel veel zaken waarvan dat we gedacht hebben, dat we het aangekeken hebben, dat we het geheeld hebben, dat we het inzicht ontvangen hebben, komen weer naar boven. En dat is net heel belangrijk dat ik die boodschap meegeef, omdat dat niet betekent dat je er nog niks mee gedaan hebt. Het betekent van dat ik eigenlijk kan terugkijken als een soort van herinnering van dat is hoe dat het ooit geweest is. Kijk waar je nu staat, kijk wat je nu geleerd hebt, kijk wat je nu ondertussen omarmd hebt, wie je geworden bent. Wat dat er al veranderd is. Dan vaak, en ik ben daar zelf ook altijd schuldig aan, ben ik soms kwaad en gefrustreerd op waar ik nog maar sta. Terwijl als je kijkt, even achterom kijkt en even terugkijkt, dan ga je zien dat je wel al heel veel dingen geleerd hebt, dat er al heel veel dingen gegroeid zijn, veranderd zijn, getransformeerd zijn. Dus het is belangrijk dat wanneer dat dingen nu opkomen door die hoge energieën, dingen die op je pad komen, dingen die gespiegeld worden, dingen die getriggerd worden, want dat is hetgeen wat ik voornamelijk ook merkte bij mezelf en bij anderen, dat je in een bepaalde emotie, lachtrillende emotie getrokken wordt, twijfel, onzekerheid, verdriet, gemis, wat dat ook maar is, boosheid. En dat het nu, in deze tijd, iets moeilijker is om het gewoon in 1, 2, 3 te transformeren. En de reden daarvan is dus dat je gaat gaan kijken van wat is er die naar boven komt. Wat heb ik geheeld? Dus dat je niet de fout maakt en denkt van ik heb het nog niet geheeld. Het kan zijn, dat is voor iedereen uniek, dus dat is heel moeilijk om te zeggen. Maar het kan dus zijn dat er inderdaad weer boven komt, omdat er nog een aantal zaken nog dieper mogen geheeld worden. Dus nog extra inzichten nodig zijn. Maar als je net zoals mij zoiets had van, het lijkt alsof dat ik net in dezelfde situatie zit als 2 jaar terug deze periode, of vorig jaar terug deze periode, kijk dan eens wat dat er toch anders is. Wat de illusie er rond is. Hè. Net hetzelfde, de laatste week, eigenlijk ook naar aanleiding van de volle maan, merk ik zelf ook bij mezelf dat ik heel vaak droom, heel heftige dromen, heel veel zaken die aan bod komen en niet altijd weet ik nog 's morgens nog wat er aan de hand is. En dat heeft te maken met het feit dat we tijdens de nacht ook heel veel dingen aan het verwerken zijn. Deze periode. Soms kan het ook zijn dat je dingen aan het leren bent, maar nu deze periode zijn we heel veel dingen aan het werken, aan het verwerken, aan het loslaten, aan het herbeleven, zodat we het kunnen loslaten. Waarom? Omdat eigenlijk, ik weet niet of je het merkt, maar als je buiten gaat, dan ga je merken dat de natuur wakker aan het worden is. De vogels beginnen anders te fluiten. Als je kijkt naar de knoppen, dan beginnen hier en daar knoppen buiten te komen. Gisteren zag ik die vlinder bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal tekenen dat het leven weer op gang aan het komen is. Het leven, dus de sappen weer beginnen te stromen. En dat we inderdaad in die lente-energie gaan. En net daarom komen eigenlijk nu de laatste dingen van januari al die dingen naar boven. En dat mag je ook niet vergeten, februari. En dat is ook de reden waarom ik tussen 2 februari en 22 februari een challenge hier op YouTube ga doen. Zodanig dat we mee kunnen gaan in dat ritme van onze ziel. Dat we echt elke dag kunnen gaan leven en de dingen gaan doen in lijn met onze ziel. Dus dat eventjes terzijde. Maar dus dat is de bedoeling van nu, de energieën nu, de dingen die nu naar boven komen. Zodat je echt nog die laatste loodjes... ik hoop dat het nu jullie alles horen wat ik zeg, want de jongens zijn nogal toch nog hevig. Leven met tieners. In ieder geval,
kijk de dingen aan die naar boven komen, maar laat je er niet door meeslepen. Ga er niet te veel in mee. Want anders mis je eigenlijk het punt van dit alles. Ik weet dat is lastig, het is een moeilijke periode. Gaan we nog eventjes vol en gaan merken vanaf februari, dus naar het einde van deze week, gaan de energie al veel lichter zijn. Ik merk het nu in mezelf ook. Dat wil zeggen dat we er van donderdag tot nu, eigenlijk ongeveer zo'n vijftal dagen, dat het wel voelbaarder was voor mij en ook voor heel wat klanten. Dus het zou me niet verwonderlijken. Het is gewoon zo dat dat ook dus een collectief gegeven is. Dat is ook de reden waarom ik dagelijks probeer zo een korte reading, orakelkaarten, boodschap mee te geven. En ik sta ook altijd versteld hoe het toepasbaar en hoe het echt gepast is voor die dag. Want die neem ik eigenlijk op voorhand. Dan plan ik die en zet ik de intentie voor de boodschap voor die dag. En ook in het weekend stond ik versteld hoe dat die echt gepast was voor die dag, de boodschap. Dus ook daar worden we in geleid, worden we beschermd, worden we in ondersteund. Nu, als er anders nog dingen zijn, als je vragen hebt, als je vastloopt, wat dan ook, en je hebt hulp nodig of je wil informatie of wat dan ook, ik kan jullie natuurlijk niet allemaal gratis helpen, dat is niet de bedoeling. Want ik moet ook mijn rekeningen betalen, nog altijd, en mijn BTW en belastingen en whatever. En ik betaal dat met heel veel plezier, want zo draag ik bij ook aan het verbeteren en het veranderen van de maatschappij en anderen die het misschien niet zo goed hebben zoals ik zelf. Maar ja, ik ben kwijt wat ik ging zeggen. In ieder geval, oké, ik weet het weer. dat is ook bijvoorbeeld iets dat je gaat merken, dat wanneer je nieuwe downloads krijgt, dat je echt zo'n brain fog hebt. Dat je echt zo plots niet meer weet wat je aan het doen was of wat je ging doen. Dat eigenlijk een soort blackout was in je hoofd. Dus en ook dat is eigenlijk een teken dat het even te veel is voor je fysieke lichaam. Dat het nodig is om even afstand te nemen, rust te nemen, de dingen te doen dat je leuk vindt om te doen. Dat zijn misschien ook vaak de momenten waarop dat ik dan sneller bijvoorbeeld naar een film ga kijken. Een boek lezen op dat moment lukt zelfs ook niet, maar gewoon een film gaan kijken en gewoon huishoudelijke dingen doen. Dingen waar je echt niet moet bij nadenken, maar dat je eigenlijk ook op automatisme kan doen. Zo, ik ga het hierbij laten. Ik ga verder schrijven aan het jaartraject De Spirituele Ondernemer. Dat geeft me heel veel energie, heel veel hoesting om met nog veel meer mensen weer mee aan de slag te gaan. In april gaan we natuurlijk weer van start met het traject zelfrealisatie. Dus als je daar ook wel aan meedoen, kan je eigenlijk ook nu al beginnen. Zodat je eigenlijk al wat een voorsprong hebt op de rest dan. Verder kan je ook één op één met mij nog samenwerken. Er zijn weer een aantal plaatjes vrijgekomen. En natuurlijk de cursus training Manifesteer met Elementen. Vind ik fantastisch. Als ik zie welke feedback en welke... wat dat doet met de mensen die hem volgen, welke inzichten, welke aha-momenten dat ze krijgen, welke eye-openers dat ze krijgen, dan sta ik altijd versteld van, oh my god, op welke manier dat spirit en uiteindelijk mijn team mij helpt om jullie boodschappen, om jullie informatie aanwezigheid bij te brengen. Het is fantastisch hoe dat werkt. En dat zijn een van de dingen die ik ook leer in het traject, het jaartraject, Spirituele Ondernemer. Omdat wanneer je op die manier je leven kan vormgeven en manifesteren en daarvoor ook nog kan je eigen voorzieningen voorzien, dus dat je nog voor je eigen inkomen zorgt en niet meer afhankelijk bent van een baas. Ik denk dat dat de ultieme vrijheid is waar we allemaal, of toch de meesten, sterren zouden eigenlijk naar verlangen en naartoe aan het werken zijn. Maar dus als je daar interesse voor wilt, stuur me gerust een mailtje. Ik ging zeggen, zet ik je op de wachtlijst, maar misschien laat ik je wel al toe en kun je misschien al beginnen met de dingen die nu al klaar zijn. Zie maar, misschien kan je dan ook meedoen aan een ferme fixe korting, wie weet. Ik zou zeggen, hit me up, stuur me een berichtje en we zien wel wat er verder mag ontstaan. Ik wens je een fantastische dag. Laat je niet van de wijs brengen door de energieën en de laag. Terwijl de angsten en wonden die loskomen bij anderen. Focus op jezelf. Ga naar binnen. En hou je aandacht, je energie, recht op hetgeen wat je wilt manifesteren en wilt ervaren. En dan komt alles altijd goed. Ook al is het niet altijd even gemakkelijk.
Maar het is zo. Wanneer je de kans laat en het universum de toestemming heeft om jou te helpen, en dan de dingen dus dat het universum jou toont, dan komt altijd alles in orde wanneer dat moet in orde zijn. Zo, dat was voor nu. Fantastische dag. En ik spreek je later. Dag.